gestorven zijn om onze vrijheid te bewerkstelligen. En daarom wil ik graag afsluiten met een gebed. Goede God, op deze dag denken we aan onze gestorvenen. Aan hen die uit onze eigen midden de dood vonden. Aan alle die ten onder gingen in het oorlogsgeweld. Mensen zoals wij, met idealen en verwachtingen. Dromen van vrijheid en geluk. Wij bidden voor al die jonge mensen, militairen en burgers, van wie het leven door het oorlogsgeweld afgebroken werd. Die geen kansen kregen te leven in vrijheid en geluk. Wij bidden voor al de doden van toen en nu. Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Laat niet toe dat wij hun dood vergeten, maar dat we door hun levensoffering daar herinnerd worden. Dat vrijheid een kostbaar bezit is voor ieder mens. En dat ieder van ons de heilige plicht heeft die vrijheid te beleven en waar te maken met alle mensen, dichtbij of veraf. Amen. Heren, jongens en meisjes. In haar speech gaf burgemeester Witte al aan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat in de poging om ons te ontdoen van de onderdrukking 75 jaar geleden veel mensen het leven hebben gelaten. Ook hier in Raamsdonk. Wij zullen hen gedenken. Mag ik de burgemeester vragen om samen met Timo en Fenna een krans te leggen bij het monument?
75 jaar bevrijding. De scouts hebben zojuist het vrijheidsvuur aangestoken bij het monument. Het vuur dat door hardlopers vanuit Raamsdonk hier naartoe gebracht is. En dinsdag zullen wij het vuur naar Geertruidenberg brengen. Anne-Jolijn Bartels van basisschool De Wilstom zal nu een gedicht voorlezen dat ze samen met haar klasgenoot Esmee geschreven heeft. We leven in vrijheid, dat is wat we weten. Maar dat was niet altijd. Dat moeten we niet vergeten. Je kan nu doen wat je wil. Jezelf zijn en geen racisme. Dat was anders in de oorlog. Heel veel verschil. De oorlog is een jaar. Macht is wat ze willen. Dat is wat ik je vertel. Gelukkig zijn we vrij. We leven niet in druk. Wees maar blij, want de oorlog komt niet meer terug. Dankjewel. De Tweede Wereldoorlog duurde 5 jaar. 5 jaar van onderdrukking. 5 jaar niet meer kunnen doen en zeggen wat je wil. 5 jaar gedwongen worden te gehoorzamen aan iemand die ongevraagd je land is binnengevallen. 5 jaar wachten of je het wel zou overleven. Dat is naast Lientje Broeders nog meer dan 20 andere inwoners van Raamsdonksveer niet gelukt. Zover mogen we nooit meer laten komen. Daarom moeten we blijven stilstaan bij hen die vochten voor de vrijheid. En daarom moeten we blijven stilstaan bij de verschrikkingen van onvrijheid. Het staat mooi omschreven, hier op het monument in de schaduw van de gelukkig al lang weer herstelde Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Daar staat, waarna er diepste stilte valt, van vrede zo verzadigd, dat er geen woord te horen, dat er geen zucht in past. En dan pas is het goed, opdat wij nooit vergeten. Dank u wel. Don't let us go.